FC Emmen kent dit seizoen veel nieuwe spelers en een compleet nieuwe technische staf. In de rubriek Even voorstellen maakt u de komende weken nader kennis met al deze spelers en trainers. Vandaag in Even voorstellen. Dennis Telgekamp. 28 jaar. Jeugd FC Twente. Tweede elftal FC Twente. Heracles Almelo. Cambuur. Heracles FC Emmen. In de F's. Bij mijn oude amateurclub. Dat was gewoon dat je voor het eerst met je vrienden op veld stond. En dat vergeet je eigenlijk nooit meer, die zaterdag zeg maar. Kleren aan en op de fiets naar het sportpark. Dat was toen nog bij FC Omhoog, in Wierden. Ja. Begon in de F5 geloof ik of zo, dus hartstikke mooi. Ik ben pas in de C in gaan keepen. Dus ja, laat. Ja, kijk, ik had altijd keepertraining bij mijn amateurclub toen ik daar begon. Die keepertrainers daar die waren al super belangrijk. Daardoor ben ik eigenlijk ook gaan keepen. Later heb ik veel training gehad van Eddie Pasveer. Daar heb ik wel heel veel aan gehad. En dat was bij Heracles. Onder hem ben ik echt wel beter geworden, zeg maar. Wat dat betreft, als je dat zo mag stellen, dan is hij wel belangrijk geweest. We hadden geen keeper, sorry. Dus we moesten één in de goal en we deden dat eerst in een relatiesysteem. Uiteindelijk kwam ik ook in de goal en dan ging het eigenlijk wel goed af. Eigenlijk ben ik toen blijven staan. Ik heb toen ongeveer 2 jaar gekeept, denk ik. En toen was ik tweedejaars B. En toen ben ik naar Twente gegaan. Toen kwam ik daar in de A1 terecht. Dus vrij laat eigenlijk, ja. Dat is wel de wedstrijd AZ uit in de beker met Heracles. Toen haalden we de bekerfinale. Speelde ik ook een goede wedstrijd. Dat was een van de eerste wedstrijden voor mij. Zo'n wedstrijd met wel veel druk. Voor het eerst in de historie van Heracles toen de bekerfinale gehaald. Dat was wel heel speciaal. De mogelijkheid was er om voor het eerst de finale te halen. We speelden uit bij AZ met Heracles. Dat zijn wel wedstrijden die gewoon moeilijk zijn. Dat wisten we van tevoren. Eigenlijk op de dag zelf had ik helemaal geen last van druk. En vond ik het eigenlijk alleen maar mooi. Alleen de week ernaartoe was het allemaal wel een beetje gespannen. Dan merkte ik wel om me heen hoe ik dan reageerde op bepaalde dingen en zo. Tijdens de dag zelf heb ik weinig last. Het was 2-2 na 90 minuten. We wonnen nog met 4-2. Dat was wel echt een speciaal moment. En helaas hebben we die wedstrijd in de finale wel verloren van PSV. Dat was wel super speciaal. Het is wel grappig, want ik had een paar jaar geleden hier ook al een keer een gesprek gehad. Toen zat ik ook bij Heracles. Toen zou ik eigenlijk ook misschien naar Emmen komen. Dat ging toen allemaal niet door, om bepaalde redenen. Dus dat is eigenlijk wel mijn eerste contact geweest met Emmen. Ik ben hartstikke blij dat ik hier nou zit. Goed gevoel. En fijne club. Goede mensen bij de club, ook op kantoor en noem maar op. Zit goed op mijn plek. We hebben veel jonge jongens, maar wel goede jongens, zeg maar. Dat is wel prettig werken. De jongens willen allemaal hartstikke graag en iedereen wil graag. We hebben een paar oudere jongens erbij en die zetten de lijntjes een beetje uit. Dat is hartstikke goed. Een heel seizoen spelen, dus gewoon alle wedstrijden keepen. Ik wil gewoon belangrijk zijn voor Emmen, voor het elftal, zeg maar. Tot nu toe gaat wel redelijk goed. Ik hoop dat ik daar gewoon een heel seizoen vast kan houden. Dat wil ik eerst eens gaan doen dit jaar. In de Eredivisie is het toch allemaal iets afwachtender, zeg maar. Iets meer tactischer. In de Jupiler League is het eigenlijk meer een snelle 1-op-1. Meer rennen, vliegen in de goede zin van het woord. Dus er kunnen ook in één keer dingen ontstaan uit het niets. Dat is in de Eredivisie toch wel anders. Dat is allemaal meer voorspelbaarder, zeg maar. Dan moeten ze het echt hebben voor foutjes van anderen. Hier is het echt, er kan zomaar wat gebeuren in de Jupiler League. Je moet wel altijd geconcentreerd zijn en verdacht zijn op een schot of wat dan ook. Ik verwacht wel dat wij meer gaan doen bij de eerste 6 plaatsen. Of een periode kunnen winnen misschien. We moeten gewoon lang meedoen. Daar hebben we teamwork voor. Dat verwacht ik zeker. Je merkt het ook wel in de kleedkamer dat iedereen dat graag wil. Dat we wel dezelfde doelstelling hebben wat dat betreft.